Het kostte 5 jaar geleden een onschuldige voetganger het leven. En het Hof wil nu met een reconstructie duidelijk krijgen wie van de 2 scooterrijders de man uiteindelijk doodreed. Goedenavond. Ze hadden zo hun hoop gevestigd op de Raad van State. Maar voor veel jeugdige vluchtelingen blijft het onzeker of ze in aanmerking komen voor het kinderpardon. Nee, het is gewoon niet te begrijpen. Ik snap het zelf ook helemaal niet. En huiseigenaren in de regio Achterhoek krijgen het advies hun huizen op te knappen. Want de zaak dreigt te verloederen met als gevolg massale leegstand. Wie van de 2 mannen bestuurde begin 2010 de scooter toen zij in Nijmegen een voetganger doodreden? Die vraag die is 5 jaar na het tragische ongeval op de Sint-Canisius-singel nog altijd onbeantwoord. De zaak heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. De 2 verdachten werden eerst veroordeeld en later weer vrijgesproken. En nu buigt het Hof in Den Bosch zich erover. En die willen een reconstructie van de zaak. En de reconstructie is vanavond in Nijmegen. En Jacques Verhagen die is daarbij. Ja, Jacques, dat zal een behoorlijke operatie worden, denk ik daar. Nou, daar heb je allemaal gelijk in. Het wordt zeker een hele grote operatie. Want dit is een van de drukste wegen van Nijmegen. En die wordt vanavond vanaf 8 uur afgezet. De reconstructie begint om 10 uur vanavond en duurt tot 5 uur morgenochtend. Ik zei, wordt helemaal afgezet. De borden staan er al. Er komen overal schermen helemaal omheen. Dus niemand krijgt wat te zien. Er komt een speciale ruimte voor de raadsheren. Van daaruit kunnen zij het hele proces volgen. En er wordt dus dat incident van 5 jaar geleden nagespeeld. En dit gebeurde er toen. De 2 verdachten proberen op 15 januari 2010 een hotel in Nijmegen te overvallen. Ze worden door de politie betrapt en gaan er op een scooter vandoor. Tijdens de wilde achtervolging door Nijmegen rijden de mannen met hoge snelheid tegen het verkeer in. Op de Canisius-singel rijden ze tegen de 50-jarige Arnhemmer Mario van der Gijn aan. Hij overlijdt later in het ziekenhuis. Ja, Jacques, dat was 5 jaar geleden en dan dus nu een reconstructie. Heeft dat nog wel zin? Nou, we hebben een deskundige gevraagd wat hij ervan vindt. Hè. Na 5 jaar, Peter Tak, strafrechtdeskundige. En hij zegt, er is in deze zaak best wel veel bewijs, maar voor het Hof in Arnhem was dat niet sluitend genoeg. En hij denkt dat met de informatie die het vanavond zou kunnen opleveren, de zaak sluitend zou kunnen worden gemaakt. Want het is natuurlijk best een ingewikkelde kwestie. Je moet je voorstellen, 2 verdachten zitten op een scooter. En de een zegt, jij bestuurde. En de ander zegt, ja, nee, jij bestuurde die scooter. En dan is ook nog een keer de vraag, in hoeverre ben je verantwoordelijk als je achterop zit voor het rijgedrag van de bestuurder. Dus juridisch is het best wel een ingewikkelde kwestie. Nou, vanavond moet er dus met deze schouw, zo heet dat officieel, dus meer duidelijkheid komen. En hij is ook anders van opzet. Het is ook een andersoortige reconstructie dan de reconstructies die bij opsporing verzocht worden. Want die worden, dat zijn in feite gespeelde reconstructies. Daar wordt nagespeeld wat de politie denkt dat er gebeurd is. Hier wordt nagespeeld wat ieder van de verdachten zegt dat er gebeurd is. Hoe hij die zaak heeft beleefd en ervaren. Nou, vanavond moet er dus misschien meer duidelijkheid komen over wat er toen precies is gebeurd. Wanneer de inhoudelijke zitting is, dat is nog niet bekend. Jacques Verhagen, dankjewel. Ja, en de beelden van die reconstructie, of die schouw zoals die dan officieel heet, die zijn later vanavond te zien op onze site en op onze app. Een uitspraak van de Raad van State vandaag over het kinderpardon. De Raad oordeelde dat vreemdelingengezinnen actief in beeld moeten blijven bij vreemdelingeninstanties. En als ze dat niet hebben gedaan, dan komen ze niet in aanmerking voor een kinderpardonregeling. En die uitspraak is negatief voor kinderen als de in Nederland geboren Chi Pham uit Wageningen, voor wie burgemeester Van Rumens al jaren strijdt. Een uitspraak van de Raad van State vandaag die er niet goed uit lijkt te zien voor kinderen die op basis van de kinderpardonregeling in Nederland willen blijven. Nou, ik word er wel een beetje wanhopig van, kun je zeggen. En ja, dan moet je denken, als ik al wanhopig word, wat moet dat zijn voor kinderen en het gezin, Chi, al 12 jaar in Nederland, die nog steeds niet het gevoel heeft, ik mag hier verder met mijn toekomst. Ik word misschien wel weggestuurd. Nou, ik vind het een verschrikkelijke gedachte. En nog steeds onuitlegbaar. Oh, hoi jongens. Gaat het?
Goed. De ene keer dan kan het wel, de andere keer kan het niet. Het geeft een heel een gevoel van, waar ben je nu aan toe? Welke gronden mag nou Chi hier niet verblijven in de ogen van de staatssecretaris en iemand anders die bijna dezelfde casus heeft wel. Alleen al omdat het om een kind gaat. En de kinderrechten in deze hebben voorrang over van alles en nog wat je daarbij kunt bedenken. Ik vind gewoon nog steeds dat ik hier in Nederland mag blijven. Want hier, ik ben hier in Nederland geboren en niet in Vietnam. Het is gewoon niet te begrijpen. Ik snap het zelf ook helemaal niet. Ene kind wel, andere kind niet. Is dat geen volstrekte willekeur? Daar lijkt het soms haast wel op, ja. Helaas. Ja, onzekerheid dus voor jonge vluchtelingen. Volgende week woensdag dan is er in Den Haag weer een grote manifestatie voor een eerlijk kinderpardon en voor een einde aan die onzekerheid. Het is een regelrechte schending van de integriteitsgedragscode van de provincie Gelderland. Zo noemt hoogleraar integriteit Hans van den Heuvel het handelen van PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber. Faber huurde het bedrijf van haar zoon in om de website van de Gelderse PVV te beheren. Op verzoek van Omroep Gelderland boog van den Heuvel zich nog eens over deze kwestie. Het uitbesteden van een opdracht aan een familielid is absoluut verboden binnen de overheid. Hoogleraar staatsrecht Douwe-Jan Elzinga, die de PVV adviseerde, blijft bij zijn standpunt dat Faber niet de regels overtrad. De PVV-fractie heeft dat aan een bedrijfje gegeven, aan iemand die niet verwant is met enig lid van de fractie. Het is niet onrechtmatig. Hè? Dat verschil moet je altijd maken. Hè? Want als iets onrechtmatig is, moet je terugbetalen. Of ben je zelfs fraudegevoelig bezig en kan de strafrechter ermee aan de slag. Dat is in dit geval niet aan de orde. Ja, dat is een gekunstelde redenering. Die zoon van haar, van mevrouw Faber, die heeft een bedrijf met een medevennoot. Ja, en die twee zaken kun je niet scheiden. En ze profiteren beide van de winst. Ja, dat je geen uitbestedingen mag doen, dat staat niet in de wet. Dus het is geen wetsovertreding. Het is ook niet in strijd met het strafrecht. Maar het is eigenlijk veel erger, want het is een overtreding van een morele gedragscode die in de hele provincie is afgesproken. En ja, een morele code overtreden, dus niet eerlijk gedrag, dat is nogal wat. Marjolein Faber zegt zelf, ik heb niks verkeerd gedaan. Maar ik betaal wel de rekening zelf. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is spijt achteraf. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Dat is fout. Fout is fout en dat kun je niet meer ongedaan maken. Als het niet was uitgekomen, was er niks terugbetaald. Volgende week wordt de kwestie besproken in een extra commissievergadering, waar alle fractievoorzitters, dus ook Faber, bij elkaar komen. Daarna wordt hoogstwaarschijnlijk onderzocht op welke manier Faber het bedrijf van haar zoon inhuurde. Het is een volkomen uit de hand gelopen hobby. Louis Slaghekken uit Velp verdient zijn brood met het opknappen van oldtimers. Ik droomde van andere auto's, maar ik vond ze natuurlijk wel leuk als kind al. De grote verbouwing van Museum het Valkhof in Nijmegen gaat voorlopig niet door. Een groot deel van het jaar zou hier de deur dicht zijn, maar het museum blijft gewoon open. Het lukt het Valkhof namelijk niet om alle voorbereidingen voor de renovatie op tijd af te krijgen. En daarom is de miljoenen kostende opknapbeurt 2 jaar uitgesteld. Afgelopen najaar werd duidelijk dat het museum flink moet bezuinigen. Personeel werd ontslagen en de directeur zit na interne onrust ziek thuis. 2 dagen wordt er voor uitgetrokken. De rechtszaak tegen 5 mensen die verdacht worden van fraude met miljoenen eieren. 2 directeuren van een eierbroederij uit Babberich en 3 pluimveehouders moesten vandaag voor de rechter verschijnen. Volgens het Openbaar Ministerie zijn miljoenen eieren ten onrechte als scharrel- of vrije uitloop-eieren verkocht. Daarmee zouden tonnen extra zijn verdiend omdat scharreleieren in de winkel meer opleveren. Ze hebben er behoorlijk veel geld aan verdiend. U moet zich voorstellen dat per ei die je van gewoon ei naar scharrelei gaat, dat voor een producent al een half cent tot een cent verschil maakt. Dat maal heel veel eieren, honderdduizenden op jaarbasis miljoenen eieren. Dan kunt u uitrekenen hoe groot het voordeel voor de producent kan zijn. Morgen zegt de officier van justitie of de verdachten straf verdienen en zo ja welke. Daarna komen ook de advocaten van de verdachten nog aan het woord.
Het is in de spits een van de drukste wegen van Gelderland. De N322 bij Zaltbommel. Het is daar vaak file rijden, maar dat gaat veranderen. Want de provinciale weg gaat namelijk op de schop de komende anderhalf jaar. De weg wordt verbreed, er komt een nieuw viaduct bij en er komt ook een fietstunnel. De werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het verkeer rond Zaltbommel in de toekomst beter verdeeld wordt en dat de vertragingen afnemen. Het centrum van Putten zag vandaag blauw. Blauw van de politie. Agenten spraken daar met tientallen mensen. Nee, deze bus staat hier niet om onderzoek te doen naar een moord. En hier is ook geen verhoor gaande. Nee, de politie gebruikt deze unit om te horen of social media werkt. Zoals een wijkagent die twittert. Kijk, ze krijgen natuurlijk wel wat reacties. Maar ze willen van de hele samenleving graag weten of ze de hele samenleving ook bereiken. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel twitteren en de politie online volgen. Burgernet, daar neem ik deel aan. Maar ik neem geen deel aan allerlei sociale media-activiteiten. Ja. Ja, WhatsApp, maar dat vind ik niet helemaal sociaal. Maar geen Twitter en geen Facebook, daar doe ik niet aan. En om te horen of meer mensen er zo over denken, worden hier enquêtes afgenomen. En daar kan de politie dan weer verder mee. Ja, ik vind het wel fijn dat je je klachten goed kwijt kan. Ja, dat... Dat vind ik wel leuk, ja. Overigens hadden de meeste mensen vandaag vragen die niet over social media gaan. Ze zien liever meer blauw op straat. Ook als deze bus straks weer weg is. Lege dorpsstraten, verloederde tuinen en huizen met planken voor de ramen. Dit toekomstscenario dreigt voor de Achterhoek als er niet snel wordt ingegrepen. Vandaag komt de regio Achterhoek met een rapport naar buiten waarin duizenden huiseigenaren worden geadviseerd hun woning op te knappen en te verduurzamen. Want gebeurt dat niet, dan dreigt mogelijk massale leegstand. Het is een opvallend straatbeeld in veel Achterhoekse dorpen. Woningen die massaal te koop staan. Veel ouderen willen van hun huis af. Maar de jongere generatie zit niet te wachten op een verouderd huis waar niks aan gedaan is. Volgens onderzoeker Hans Suurmond van de regio Achterhoek zijn huiseigenaren zich daar onvoldoende van bewust. Mensen hebben nog niet het gevoel dat er nu een probleem is. Het probleem ontstaat pas in de toekomst. Maar wat zien we nu vaak gebeuren bij oudere mensen? Die gaan pas nadenken over de toekomst als ze hun heup gebroken hebben, bij wijze van spreken, en het eigenlijk al te laat is. Want als je niet investeert in je huis, dan dreigt het onverkoopbaar te worden. Want mogelijke kopers hebben keuze genoeg in de Achterhoek. En dan zit je als huiseigenaar met een groot probleem. Ja, als er een overmaat is aan huizen, dan betekent dat dat of de waarde daalt en dat je het dan nog voor een lager prijs kwijt kunt. Vaak met een restschuld, hè. Dus dan ben je wel gedupeerd als eigenaar. Of je raakt het helemaal niet meer kwijt, omdat niemand meer zit te wachten op het huis wat jij beschikbaar hebt. En dan? En dan is uiteindelijk sloop de enige oplossing natuurlijk. En dat is wel het laatste waar je op zit te wachten natuurlijk. Maar het is een reëel toekomstbeeld, want de huizenmarkt in de Achterhoek baart echt zorgen. Zo werd eerder al besloten om het aantal geplande nieuwbouwhuizen tot 2025 terug te brengen van 14.000 naar nog eens 6.000. Maar dat aantal blijkt nu zelfs nog veel te hoog. Want de regio Achterhoek verwacht dat het aantal leegstaande woningen de komende 10 jaar fors zal toenemen. Staan er nu zo'n 1000 koopwoningen leeg, in 2025 worden dat er naar verwachting maar liefst 4000. En dat heeft gevolgen voor de Achterhoekse samenleving. Als er meer huizen leeg komen te staan en die huizen die gaan achteruit in kwaliteit, die gaan verpauperen, mensen gaan planken voor de ramen doen, dan wordt het tast het de leefbaarheid aan in het dorp en dat is wel een probleem. En dus wordt het echt tijd dat huizen toekomstbestendig worden gemaakt. En dat betekent opknappen en verduurzamen. En sommige Achterhoekers doen dat al, zoals Rob Kalshoven uit Neede. Hij woont al bijna 30 jaar in deze typisch Achterhoekse woonboerderij. Maar nu staat het te koop. Hij heeft daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zijn huis. Deze keuken, er stond een standaard keuken in. We wilden hem aanpassen in de tijd van vroeger. Maar we wilden wel gebruik maken van de moderne middelen die er zijn. En zo hebben we hier nieuwbouw gepleegd op een zeer ouderwetse manier. En ook is bijvoorbeeld het rieten dak van het huis vernieuwd en is er overal extra isolatie aangebracht. De Achterhoeker weet hoe belangrijk het is om je woning interessant te maken voor de markt. We hebben geïnvesteerd voor onze oude dag in deze woning. En nu we ouder worden, ja, dan moet je als het ware gaan scoren. En vandaar dat we eigenlijk de 29, bijna 30 jaar dat we hier wonen, iedere keer hebben besteed aan het verbeteren van de woning en het aanpassen van zaken.
En er is daarom ook veel interesse voor de woning. Ik hou een statistiek bij die we op Funda kunnen bekijken. Nou, het is onvoorstelbaar. We hebben dagen bij van 100 kijkers. Die echt aanklikken op onze woning. Hè? Dus niet langszeppen, maar nee, aanklikken. Dus dat is onvoorstelbaar. Ondanks alle interesse staat de woning nog steeds te koop. Maar Rob Kalshoven verwacht dat zich snel een koper aandient. Hij heeft er in ieder geval alles aan gedaan. Maar dat is dus eerder uitzondering dan regel in de Achterhoek. Want het wordt echt tijd dat huiseigenaren in de regio wakker worden geschud. En dat moet vooral gebeuren door mensen die nabij zijn. Mensen die ze kennen, mensen in hun eigen omgeving, kinderen, buurtgenoten. Die zullen vooral de gesprekken moeten gaan voeren om te zorgen dat we die beweging krijgen. Ja, dus als u iemand kent in de Achterhoek van wie het huis is verouderd, dan weet u nu wat u te doen staat. Louis Slaghekken uit Velp had eerst een gewone kantoorbaan, maar tegenwoordig leeft hij van zijn liefde voor oldtimers. Die restaureert hij namelijk van onder tot boven. En één exemplaar is wel heel bijzonder. Zo komen ze binnen. Maar als zoiets binnenkomt rijden, moet je dan niet eerst even slikken van, oh god, dit is wel heel veel werk. Nee, want ik ben het gewend. Ik zie hier en daar toch wel wat roestplekjes. Dat is onvermijdelijk, hè? Want roesten konden ze wel vroeger. Wie wil nou eigenlijk een DAF 33 weer gerestaureerd krijgen? Ze staan in de rij voor zo'n autootje. Het is een populaire klassieker. En toen al hiervan gedroomd? Nee. Om erin te rijden? Nee, ik droomde van andere auto's. Maar ik vond ze natuurlijk wel leuk als kind al. Maar je zag ze niet heel veel. En als je er al een zag, was het natuurlijk wel uniek. Ja, maar dat waren toen al dure auto's. Dit lijkt me wel inderdaad een opknappertje. Ja, een klein beetje. Een beetje afstoffen, een beetje poetsen. Ik was accountmanager. Echt een kantoorbaan. Ja, pak aan. En hier bent u? Gelukkig in mijn eentje. Dit is mijn eigen auto. De enige die ik heb. Niet gerestaureerd, toevallig. Helemaal origineel. Want dat was niet nodig om op te knappen? Nee, deze auto heeft nog maar heel weinig gereden in 50 jaar en is eigenlijk nog in oorspronkelijke staat. Waarom heeft u hem aangeschaft, zegt u eens eerlijk? Omdat dit de auto van mijn vader was. Hè? Het mooie van deze auto is dat het eigenlijk een tijdmachine is. Alles is oud, authentiek. Dus je hebt eigenlijk nog de hele sfeer. Hij ruikt nog naar de jaren 60. En hij rijdt natuurlijk als een auto uit de jaren 60. Dus je gaat echt terug in de tijd. Duurt even. Oh, dat is alsof je in een Ferrari zit, hè? Ja, het mag nog een beetje gesmeerd worden. En dan nog het weer. We horen het van Renier van den Berg. De vogels zingen inmiddels het hoogste lied en de knoppen worden zichtbaar. Maar het weer viel toch ook vandaag wel weer een beetje tegen. Het was wat kil, al viel het met de buien dan wel weer mee. Op satellietbeeld zien we dat ook wel terug. Het is toch nog steeds een komen en gaan van gebieden met vrij veel bewolking uit een west- tot noordwestelijke richting. En daar zitten zo af en toe toch ook nog een paar buien bij. Uiteindelijk vielen er vandaag ook nog wel een paar buien. Maar we hebben ook een paar opklaringen overdag zien passeren. En ook vanochtend vroeg was het wel eventjes helder. Vanavond en vannacht wordt het helemaal helder vanuit het westen. En dan kan het weer afkoelen, net als afgelopen nacht tot dichtbij het vriespunt, bij een tot zwak afnemende west- tot noordwestelijke wind. Morgenochtend eventjes een vrij aardige start, misschien zelfs nog eventjes zonnig. Maar al vrij snel neemt de bewolking dan toe. Er ontstaat ook bewolking. En dan krijgt het weer ook morgen in Gelderland toch wel weer een grijs uiterlijk, denk ik. Gedurende een vrij groot deel van de dag. Het is wel droog. Het is ook rustig weer. Het is niet echt koud. In de middag 8 tot 9 graden. Maar van de zon moeten we dus niet al te veel verwachten. Beste papieren dus in de ochtenduren. Misschien ook later in de middag weer even iets meer zon. Ook vrijdag nog behoorlijk wat wolkenvelden, maar in het weekend wordt het veel mooier. Flinke zonnige periode. En zondag dan kan het zelfs 14 graden worden, ja. En dan lijkt het echt lente in Gelderland. En dit was Gelderland Vandaag. En daarin zag u onder meer dat er in Nijmegen vanavond een reconstructie is van het scooterdrama van 5 jaar geleden. Daarbij kwam een voetganger om het leven. Het Hof probeert nu vast te stellen wie van de twee verdachten er eigenlijk reed. En als u nieuwsgierig bent naar de gemiddelde stijging van de onroerend zaakbelasting in uw gemeente, kijk dan even op onze site, want daar vindt u een handig overzicht van de stijging per gemeente. Dat vindt u op www.gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.